Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij de blank SBC voltooien. 92 gerated. Ik kreeg zelfs 200k winst om deze jongen te voltooien. Ik heb alle teams klaargezet, dus het is gewoon lekker innen en een pack video soort van. Fut birthday natuurlijk. Laten we gewoon lekker alles even innen, packs openen. Laat ik nog even mijn team zien daarna. En dat is eigenlijk deze hele video. Ik heb zojuist net mijn laatste tentamen gehad. Dus mijn tentamenweek zit erop. Over anderhalf maandje heb ik mijn examens. Dat is ook wel weer even lachen. Maar vandaag gaat het lekker om Laurent Blanc. En we gaan hem gewoon voltooien. Dus daarin neem ik jullie mee. Let's go. Oké jongens, daar zijn we al. Zoals je kunt zien heb ik mijn 100k pack al. Dat komt omdat ik mijn icon had ingeleverd. Ik dacht er eerst niet aan om een video erover te maken. Ik ga nu gewoon lekker alles innen. Gaan we openen. Laat ik even mijn team zien. Oké. Eerste teampie. Lekker brons teampie. Ja, la 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 la. What it takes to be a real G, don't even know. And I'm gonna be high. Oké, boys. Dat was de laatste. Nee, grapje. Inleveren. En daar is hij dan. Nog één stap. Daar zul je hem hebben. Laurent Blanqui. Heel goed kaartje. 80 pace, 95 defending, 89 physical. Echt goede dribbeling voor de centerback. En ik ben er heel blij mee. Laten we gewoon lekker de packs gaan openen. Ik heb aardig wat goede packs. Dus ik hoop dat ik een third birthday kaartje kan krijgen. Laten we die gewoon lekker openen. Oh, wacht. Eerst even deze leuke walkout. Oh mijn god. Laurent Blanqui in een pack. Oh my god. Heerlijk kaartje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 8 packs. Ik heb dat zilver packje even geopend. Best wel lekkere packs. 100k pack, 50k pack, 45 en nog een paar. Ik ga begin gewoon met deze, want deze is gewoon veruit het slechtste. Hier kan je niks uit verwachten. Het is geen walkout. Op zich niet erg. Milivojevic. Ik heb geen idee wie die beste man is. Hij gaat wel gediscard worden. Laten we gewoon doorgaan naar het tweede packje. Ik denk dat deze het slechtste zijn. Welborden. Perrine, die heb ik net nog ingeleverd, dus die heb ik weer terugverdiend. Gewoon lekker weer alles naar de club. En deze discard ik weer even. Oké, heb ik nog een zeldzaam Electrum Spelers Pack. Hopen dat er nu wel wat goeds in zit. Geen walkout alweer. Geen borden. Ik skip hem gewoon lekker. Stoor gewoon lekker weer alles naar de club. Ik weet niet of dit alleen maar spelen. Jawel, dit is alleen maar spelers. Oké, dus ik denk dat deze nu de slechtste is. Die open ik gewoon. Oh nee, ik heb ook nog een 35k pack. Geen walkout. Geen borden. Oké. Zet ik gewoon lekker op de transferlijst. Oké, dan gaan we door naar de 35k. Heb ik nog 4 packs te gaan. Hopen dat er wat goeds in zit. 30 items. Het moet toch wel te doen zijn. Geen walkout. Geen borden. Jezus. Spaanse centerback Bartra. Worden we niet heel blij van. Het is gewoon weer dramatisch. Goud pakketje. Die open ik ook wel even gelijk. Slecht packje. Die hoef ik geen eens te kijken. Wel een rare player. Oké, nog 3 te gaan. 3 best wel goede packs. Vooral deze 2. Laten we gewoon lekker deze openen. Walkout, kom op. Roze. Geen roze. Is niet erg. Wel walkout. Wie is het? Nemanja Matić. Geen slechte speler. 86 rated. Best wel lekker. Gewoon prima spelletje. Ik ben blij dat we tenminste een walkout hebben deze video. Ik doe lekker alles naar mijn club. Doe hem over, is niet erg. Maar ik ben blij dat we een walkout hebben tenminste deze video. Had ik eigenlijk... Ja, oké, had ik wel verwacht uit deze. Dat is geen walkout. Dan moet het... Allemaal in de 100k pack zitten natuurlijk. Duitse doelman. Dit is Timo Horn. 83 rated. Ik dacht eigenlijk dat hij 84 was. Maar blijkbaar niet. Ik doe gewoon weer lekker alles naar mijn club. En dan is er nog 1 te gaan jongens. Zijn jullie ready? Klik even op dat like knopje en op dat abonneer knopje. En dan open ik deze video. Of deze video? Open ik deze pack. Geen walkout. Braziliaanse doelman Neto. Die heb ik vandaag ook ingeleverd. Best wel een hele slechte pack, al zeg ik het zelf. Het is gewoon dramatisch eigenlijk. Oké, jongens, zijn we aangekomen. Gaan we kijken naar mijn team. Daar is hij dan. 4 icons en Team of the Year Mbappé. Beste kaart in het spel naar mijn mening. Deze gast, ik raad hem heel erg aan. Hij is echt zo goed. Het is gewoon eigenlijk een goedkope versie van Vieira. Kijk zijn stats, hij kan gewoon alles.
vind deze gast echt heel gruwelijk. Natuurlijk Ruudje, de belangrijkste speler. 4,8 miljoen voor betaald. 484 wedstrijden gespeeld voor de ploeg. Ja, kijk zijn stats ook. Het is gewoon een beest. Het is echt een monster. Echt vet goed. Nou, deze heb ik al sinds mijn eerste wedstrijd. 1178 wedstrijden met Cristiano Ronaldo. Hij blijft gewoon altijd goed, hij scoort veel. Nou ja, dan natuurlijk degene die we net voltooid hebben. 1,92 meter, goede work rates. Beste keeper uit het spel, 15 snelheid. 1,88 meter, hij is echt heel goed. 48 rated. Nou ja, heb ik Thierry Henry, ik wilde hem gewoon even uittesten. Ik vind dat echt een beest ook. George Best heb ik natuurlijk gepakt. Ik weet niet of jullie dat weten, maar die heb ik gepakt. Dus ik moet hem wel gebruiken, vind ik ook niet erg, want het is geen slechte speler. Voor de rest, dit is hem eigenlijk. Dit is mijn teampie. Ik heb nog een Zlatan op de bank, die ook wel prima is. 5-star skill, 4-star weak foot. Hier speel ik mijn weekend league mee en mijn kwalificaties. Ik ga nu denk ik gewoon lekker weer weekend league spelen voor de global series points die ik nodig heb. Vond je deze video nou leuk? Natuurlijk wat packs, even een andere video dan normaal. Doe dan even dat duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Waardeer ik heel erg. En laat even in de reacties weten wat jij graag vaker wilt zien. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.